De Ardo groentepurees zijn allemaal op basis van groenten die gekookt, gepureerd en gezeefd zijn, zodat er geen vezels in aanwezig zijn. We hebben een zevental soorten. We hebben boontjes, bloemkool, pompoen, knolselder, wortel, broccoli en erwtjes. Geen toevoegingen, geen boter, geen zout, geen aardappelen, 100% groente. Ze zijn een uitstekende basis voor tal van culinaire toepassingen. Een eerste voorbeeldje is eigenlijk een eenvoudige soep. Ik heb eigenlijk een basissoep gemaakt op basis van prei, ui en selder. En ik ga deze eigenlijk parfumeren, als het ware, met deze purees. Dus we kunnen eigenlijk op basis van deze purees een zevental soepen gaan maken. Ik heb hier de erwtenpuree. Ik giet er mijn kokende soep op. Even doorroeren. En we krijgen een heel mooie groene erwtensoep op deze manier. Voilà. De soep is eigenlijk klaar. Ik heb op die manier een drietal voorbeeldjes gemaakt. Ik heb een erwtensoep, ik heb een pompoensoep en een soep met knolselder. Wat heb ik gedaan? Even kort de soepen laten opkoken. In deze emmertjes verpakt. Snel gekoeld en op deze manier zijn ze dan ook heel lang houdbaar. Is heel handig naar slagerij en traiteur toe. Een tweede toepassing is dat we eigenlijk op basis van een aardappelpuree gaan werken. Ik heb hier wat aardappelpuree. Terug onze erwtenpuree. En gaan we ook terug gewoon mengen. Zo. Ook terug een drietal soorten heb ik gemaakt. Erwt, knolselder en wortelpuree. Op deze manier heel eenvoudig terug om een aantal verschillende groentepurees aan te maken. Met deze erwtenpuree kunnen we uiteraard nog andere dingen gaan doen. Ik heb er hier wat afgevuld in een spuitzakje. Daar kunnen we een glaasje mee vullen. Ik heb een scampi gebakken om erbij te leggen. Voilà. En op die manier krijgen we ook terug een leuk aperitief hapje. Ten slotte nog een laatste voorbeeldje. Had ik al voorbereid. Een flan op basis van onze erwtenpuree terug. Afgewerkt met wat ei en wat zalm erin. Kan ook terug perfect dienen als een hapje of als garnituur bij een visgerechtje. Eet smakelijk.